Deze aflevering is een live update. Want het gaat niet zo lekker met me op dit moment en daar wil ik het even met jullie over hebben. Kijk vooral mee of luister. Zeg jij dat dit de 10e aflevering is of niet? Mm-hmm. Ja, omdat ik het net 2 minuten geleden tegen je gezegd heb. Ja, maar... Anders had je niet geweten. Maar moet ik dan gaan liegen nu? Besef dat je dan al 10 weken een podcast maakt. Ja, geweldig. Leuk toch? Het langste dat ik ooit heb volgehouden. Het langste dat we ooit inderdaad hebben volgehouden. Nee, dat is niet waar. Ik heb een podcast die al 48 afleveringen heeft. Ja. Alleen die komt niet wekelijks of dagelijks of maandelijks. Dat is best veel. Ja, maar in het begin deden we daar 2 per keer. Ik zit te denken dat we gewoon elke 10 afleveringen een live update moeten doen. Ja, dat was helemaal prima hoor. Toch? Mm-hmm. Als je dit op YouTube kijkt, heb ik sinds kort de webshop gekoppeld aan YouTube. Waardoor je dus onder andere ons spel en mijn boek kan kopen. Terwijl je de video zit te kijken. Heerlijk. Dus mocht je deze podcast een warm hart toedragen, zou ik het superleuk vinden als je bijvoorbeeld een spel aanschaft. Of het junior spel of mijn boek. En binnenkort zal er ook weer een restock komen van de shirts die achter Guilaine ziet. De overprikkeld shirts. Vandaag wil ik het hebben over een live update, omdat het de afgelopen weken... En je hebt al een klein beetje wat vaker doorgehad, denk ik, in de podcast en... op de video's, dat het met mij wat minder ging. En deze week was wel een soort van uitbarsting daarvan. Toch? Een breakdown. Een mental breakdown heb je gekregen. Nou ja, mental breakdown weet ik niet, maar ik ben wel weer... Nou ja, voor het meevallen? Ja, maar jouw breakdown is ook anders dan die van mij. Ja, sowieso. Bij jou gaat het heel geleidelijk. Mij gaat het heel geleidelijk. Dus eigenlijk nog wel fijner, toch? Fijner dat het geleidelijk gaat. En ja, dan dat je in één keer zo... Liever in één keer... Nou nee, ik hoef niet in één keer een paniekaanval te hebben. Nee, dat hoeft niet. Trouwens, inderdaad. Aan het begin van de zomer heb ik... midden zomer dacht ik op een gegeven moment van... Ik moet gewoon wat minder gaan doen. En ik deed nog steeds te veel. En nu heb ik besloten om nog minder te gaan doen. Waardoor ik dus opdrachten ben gaan afzeggen. Maar ik wil eerst even vragen hoe het met jou is. Hoe gaat het met jou? Ik zit weer aan de cafeïne. Die is weer aan de cafeïne geraakt, jongens. Ja, ik had natuurlijk wel darmprobleempjes, maar... Na wat meerdere doktersbezoekjes ben ik erachter gekomen dat het niet aan de cafeïne ligt. Nee. Dus op dat moment heb ik gelijk aangegrepen om weer... Waar lag het wel aan? Of durf je dat niet... Ja, vezels waarschijnlijk. Okay. Meer water drinken en meer vezels eten. Ja. Ja. Dus... We zijn meer vezels gaan eten. Ja. Ik had er niet zo last van. Ik heb er nu wat meer last van. Sinds dat ik meer vezels eet, heb ik meer last van... Ja, maar dan moet je lichaam aan wennen. Is dat zo? Ja, dat is als je opeens meer vezels binnenkrijgt, moet je lichaam daaraan wennen. Dus eigenlijk heb ik ook te weinig vezels gegeten. Nee, dat zegt niet per se. Maar als het nu bij jou bijvoorbeeld, too much information, als je niet tegen kak- en poepverhalen kan. Ja, dan moet je maar niet luisteren. Moet je even doorspoelen. Ja. Maar als je zacht ontlasting krijgt, als je meer vezels bent gaan eten, dan moet je lichaam daar gewoon even aan wennen. Maar dan... dat is eigenlijk heel normaal om zachter te... Guilaine had ook een poepchart gevonden, toch? Ja, dat is een poepchart, maar die moet je maar even opzoeken. Kunnen we even een linkje in de show notes zetten? Want ik weet even de naam niet meer. Maar dat is eigenlijk, kan je daar heel veel waardevolle informatie uit halen. Als maar je, volgens het poepchart had jij eigenlijk een voedselintolerantie. Ja, ik weet dan niet zeker of er dan bijvoorbeeld ook vezeltekort bij stond, want ik was alleen maar gefocust op die voedselintolerantie. Ja, want je was een beetje bang dat je dadelijk geen kaas meer kon eten, toch? Oh ja, eigenlijk vond ik het nog erger dat ik celiakie, noem je dat geloof ik, hebben. Dan wordt het leven echt wel lastiger als je dat hebt. Weet je nog dat ik die video maakte dat ik alleen maar glutenvrij had? Mm. Dat was een hel? Ja, glutenvrije producten, ja. Dat heb ik gelukkig niet. Ik heb geen voedselintolerantie. Nou, die heb ik wel, maar niet een hele ingrijpende. Nee. Ik moest gewoon wat meer vezeltjes eten. Ja, je kreeg wel zulke pakken mee van de dok met... Ja, het is een beetje een gewoonte geworden dat ik pillen en pakjes en zakjes mee krijg en dan vervolgens er helemaal niks mee doe. Omdat ik dan denk van nee, ik los het liever op de natuurlijke manier op en dan werkt het ook. Je hebt bijna... ik heb een hele kast vol met pillen. Op zich, je zou een apotheek kunnen beginnen. Ja, voor al uw scheid en wat is het nog meer, allergieproblemen. Ja, het is wel precies. Wat pufjes en pilletjes. Ik heb allemaal pufjes, pilletjes, spreetjes. Ik heb van alles. Heerlijk. Ik snuif nog elke avond, hoor. lekker. Nee, maar goed. Maar ja, dus... Dat is mijn leven. Ja, is dat het enige geweest? Voor de rest niks gebeurd? Nou ja, ik heb met jou te maken natuurlijk. Je bent bezig met een spel geweest. Ik heb leuke opdrachtjes inderdaad voor werk. En ik ben weer gaan autorijlessen. Grote update, komt er ooit een video over. Ja, en ik voel me echt net alsof ik een tank aan het besturen ben, want het is een hele grote elektrische auto.
Maar ik vind wel weer, het is weer spannend, maar ergens denk ik ook wel veel meer vertrouwen in, omdat het deze keer automatisch. Ja. En voor al die mannen in mijn DM op een van de prikken die gezegd hebben van nee, gewoon leren schaken is hartstikke makkelijk. Het is echt een wereld van verschil. Ja. Echt een wereld van verschil. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb wel eens een keer in een automaat gereden en dacht ik echt van oh, dit is een stuk makkelijker. Ja, en dan proberen ze je maar wijs te maken hoor, dat het automatisch gaat. Maar zodra ik allemaal wegen naast elkaar zie in auto's aan alle kanten, dan weet ik niet meer hoe ik moet schakelen. En dat was na 40 lessen nog steeds zo. Ja. Dus, zie je jouw mond eigenlijk, als je beweegt? Ja, maar ik heb het hoger geplaatst. Je ziet mijn mond. Oké, toppertje, meid. Oké, en hoe gaat het met jouw knappertje? Nou, leuk dat je het vraagt. Dat was een beetje waarom ik dacht van ik moet even hier iets over zeggen. Want ik heb natuurlijk geen vlog waar ik het over plaats. En in mijn foodvideo's vind ik het niet echt de manier. Op dit moment gaat het, nou op zich vandaag gaat het eigenlijk wel weer oké. Okay, maar van de week had ik wel echt nou, een beetje dat ik terugging naar mijn paniekklachten die ik hier zelfs in mijn boek heb gehad. En ik dacht ook eigenlijk weer dat ik een beetje terug bij af was. Als ik dan langer ga nadenken, dan denk ik van nee, dat valt wel natuurlijk wel mee. Want als je dit leest, dan is het wel een hele andere persoon dan wat ik nu ben. Maar ik heb wel weer de cursus opgepakt die ik destijds ben gaan doen om van mijn angsten af te komen. Dus ik ben weer aan het mediteren. Ik probeer weer wat beter op te letten wat ik eet. Ik probeer, weer beter erop te letten wat ik eet. Maar met mijn foodvideos wordt het wel lastig. Maar wel dat ik weer bewust ben, oké, ik heb vandaag misschien niet zo goed gegeten. Daar kan het ook vandaan komen. Ja. Maar ik had op een gegeven moment anderhalf maand geleden of zo, denk ik, dat ik op een gegeven moment dacht van ik loop overal tegenaan. Toen heb ik al wat dingen afgezegd, dingen die ik eigenlijk moest doen. Maar van de week heb ik besloten om eigenlijk alles buiten dit kanaal om, zelfs opdrachten voor dit kanaal, dus ook of kanaal of voor Vetgezellig in het algemeen, alle lopende opdrachten en zo heb ik allemaal aan de kant geschoven. Ergens voelde het ook weer kloten, want nou ja, ik ben open over cijfers. Ik moet ongeveer 2500 euro per maand verdienen om überhaupt mijn business te draaien. Ja. Want dat is personeelkosten, alle abonnementen en dat soort dingen dat ik heb. Dit gebouw of dit. Dat is dan wel weer even dat ik denk, oh, dat is wel lastig. Want alleen met de video's zelf verdien ik dat. Voor de rest heb ik dan zelf geen geld. Mm-hmm. Nou heb ik gelukkig goed genoeg gespaard in mijn leven. En hebben we ook een drop gehad waar ik een klein beetje geld weer uit heb gehaald. Want dat levert ook uiteindelijk geld op. Ik weet nog steeds niet hoeveel, maar het zal rond de 1500 zijn, denk ik ongeveer, wat ik uiteindelijk eruit heb gehaald. Dus dan heb ik wel weer voor die maand genoeg. Maar daarvoor bouw je natuurlijk ook een buffer op als zzp'er. Dat als het even wat minder gaat, dat je het kan overleven. Ja, en ik moet nog steeds eigenlijk een broodfonds gaan doen. Elke maand betalen, maar dat heb ik nog steeds niet gedaan. Dit is wel weer even een moment dat ik denk, oké, dat moet ik eigenlijk wel gaan doen. Mm. Want ik kan eigenlijk nooit stilzitten. Want ik heb altijd het idee dat ik nog steeds moet werken. En dat, ik denk dat het daar ook het grootste probleem ligt. Ik doe ook niet echt vrij. Ik ben eigenlijk de hele zomer alsnog bezig geweest de hele tijd. Jij hebt het gezien. Ja. Maar van de week moest ik naar de dokter en voor een moedervlek op mijn hiel. Die wordt er met appelboor uitgehaald, omdat ze toch niet helemaal zeker weten. Nou, ze weten zeker dat het niks is eigenlijk. Maar omdat ik 3 punten van de 5 heb, wilde toch zeker voor het onzekere doen. Nou, ben ik altijd hypochonder geweest. Dus dat zit alsnog in mijn hoofd, weet je wel. Dus er zitten allemaal dingen in mijn hoofd. Er is nog iets wat we gaan doen, wat ook met autorijden te maken heeft. Wat eraan begint te komen. Het is allemaal dingen bij elkaar. En ik denk dat het van de week gewoon een beetje botste. Ja, dat is zeker. Maar ik denk, jij hebt van de zijlijn meegemaakt, dus jij kan het misschien beter vertellen. Ik zag al maandenlang een switch in jouw gedrag. Dat je eigenlijk alleen maar aan het werken was. Nou, dat valt maar echt dat, ja, dat vond jij, maar dat was echt zo. Mm. Sowieso 6 van de 7 dagen was je bezig. Yeah. En al was het dan bijvoorbeeld op een zaterdag maar even iets opnemen of iets editen, dan is het alsnog was je bezig. Mm. En ik denk dat het gewoon als eigen baas heel gezond is om vrije dagen in je hoofd duidelijk te hebben. Maar dan kreeg ik altijd als antwoord van ja, maar ja, dat kan ik niet, want ik kan niet vaste dagen werken, want één keer moet ik op donderdag iets doen, de andere keer moet het op zondag. Dus je was helemaal into de elke dag wat doen. Ja. Sommige dagen was je zelfs op zondag nog. Soms was je zelfs op zondag nog bezig.
Ja, maar op zich is het niet op zondag niet erg om bezig te zijn als je maar op een woensdag... Nee, maar dat is niet zo. Want je moet in je hoofd... Nee, ik weet het. Je moet meerdere dagen vrij hebben, maar alsnog... Nou, niks moet natuurlijk, maar het is heel fijn voor de geest om te weten wanneer het rust gaat hebben. Nou, dat is waar. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je dingen doet die je leuk vindt. En ik denk dat ik ook best wel veel dingen deed die ik misschien niet zo leuk vond. En met betalende klanten wil je altijd het onderste uit de kan halen van dat je het beste wil leveren wat er te leveren valt. Klopt. En dat is gewoon zonde, want als je het ook vergelijkt met een grote samenwerking die dan meerdere hebben, je ziet dat sommigen het heel simpel oppakken, anderen doen iets meer en dan vervolgens wil jij er weer een meesterwerk van maken. En dan leg je zo'n druk op jezelf. Ja, maar ja, dat is ook te zien aan de video's, hoop ik. Nou ja, ik denk dat voor de gemiddelde kijker niet echt een verschil ziet tussen... De gemiddelde kijker ziet volgens mij niet verschil tussen, tussen een video waar een half uur aan ingezeten is en 2 uur. Dat zie je niet. Nee, en ik ben altijd bang om niet te uploaden. Dat is ook wel een tik van mij uiteindelijk. Mm. Omdat ik dan denk van dadelijk loopt alles weg, weet je wel. Want algoritme is dit, dat, zo. Maar nu zie ik wel steeds meer YouTubers ook in Nederland en zo. Die, en ook in Amerika en zo. Dat die niet echt meer erom gestrikt worden. Zo, nee. Of dat het niet meer echt iets doet. Dus ik ben wel met de gedachte aan het spelen om in ieder geval... te kijken of ik ook wel zo'n dag of een week vrij kan plannen. Ja, maar dat is goed. En volgens mij is YouTube ook... heeft in het verleden was het consistentie is wordt beloond. Mm. Maar toen merkten ze dat hun creators heel erg mentaal achteruit gingen... omdat ze constant maar moesten uploaden. Ja. Toen zijn ze dat algoritme daar wel ook op aan gaan passen. Ja. En om even misschien een beeld van de situatie te schetsen... van de week dan... Nou, sinds vorige week heb ik ineens last dat ik alleen op de scooter rijd, dat ik ineens hartkloppingen begin te krijgen. Mm-hmm. En voor de mensen die mijn boek hebben gelezen of het documentaire hebben gezien, die weten dat dat ongeveer mijn grootste zwakte punt is, mijn hart. Want ik ben altijd bang dat ik een hartaanval krijg. En toen, ja, ik heb nu een paar keer ervaren dat het op de scooter, vooral als ik weer alleen dingen ondernam, dat ik het kreeg. En van de week was ik dus inderdaad naar de huisarts geweest. Daarna had ik een afspraak in Rotterdam. En terwijl ik onderweg was naar Rotterdam, kreeg ik ook ook weer hartkloppingen in de metro en we gingen weer duizelen en dat soort dingen. En nou weet ik wat er aan de hand is. Ik weet ook wat ik eraan kan doen. Maar ik denk dat ik nu zoveel dingen in mijn hoofd had zitten dat ik het niet meer kon wegdoen of zo. Dat het er niet was. Ik kon niet doorgaan. Dus ik heb ook die afspraak afgezegd, ben naar huis gegaan. Heb rustig aangedaan. Ik ben gelijk de voortuin helemaal gaan aanpakken. Maar goed, ik moest wel iets doen, want ik kan niet stilzitten per se. Nee. Maar dat eigenlijk. Dus nu is het punt dat ik in ieder geval iets minder probeer te gaan doen. Dus op Vetgezellig probeer ik wel elke week een foodvideo te plaatsen. Gewoon over producten. Even iets simpeler ook. Want eigenlijk het liefst ga ik 48 uur weer naar een stad. Ga ik weer een foodtour doen. Ga ik dit weer doen. Ga ik dat weer doen. Dat is het liefst wat ik doe. Ja. Omdat ik het leuk vind om afwisseling te bieden. Dat soort dingen. Maar ik merk gewoon dat de laatste tijd ik even wat... simpeler voor mezelf het moet gaan aanpakken. Ja. Want ik denk dat als ik dat niet ga doen... dat ik heel veel dingen die ik wel wil doen... op een gegeven moment niet meer kan doen... omdat het gewoon te veel oploopt. Ja. Er zijn gewoon veel dingen die afgelopen jaar zijn gebeurd... denk ik ook, die ook gewoon uiteindelijk... Alles werkt mee uiteindelijk. Ja. Nou ja, ik denk dat ook net zoals dat de vrouw van mijn vader overleden is... Mm-hmm. ergens ik daar niet heel erg goed bij stil heb gestaan, denk ik, of zo. Nee, maar dat is volgens mij sowieso wel een dingetje bij jou... dat jij ook niet echt heel erg kan stilstaan bij je. Ik heb het zelf ook, hoor. Ja. Maar dingen die gebeuren die onprettig zijn... maar ook bij de prettige dingen... En je gaat er eigenlijk gelijk weer overheen met... Ja, en dan wil je ook allemaal dingen doen... wat je denkt ook van ja, het leven is kort... want dan voel je dan ook ergens wel een beetje, mm-hmm. weet je wel. Maar dat is gewoon vervelend... want dan op een gegeven moment krijg je gewoon die obstakels... en dan klapt het allemaal in elkaar... en dan gaat je lichaam op een gegeven moment je terugroepen. Dus heb ik besloten om in ieder geval wat meer orde op zaken te stellen... te kijken wat moet ik doen, wat wil ik doen. Moeten we nog een beetje doen, hè? Nee. We zouden het eigenlijk vandaag doen, maar ik... Ja, maar ik zeg toch dat we dat gaan doen? Ik ja, zeg okay, niet dat we okay. dat hebben gedaan. Nee, maar omdat ik vroeg van zullen we dat vandaag in de ochtend doen... maar toen ben ik gelijk verder gegaan aan iets anders. Ja, maakt het niet uit wanneer het gebeurt. Ja, het is niet alsof het nu in mijn hoofd zit. Alles nee, wat in mijn hoofd zat, heb ik afgezegd. Nou ja, maar het is denk ik wel duidelijk. Want dat helpt altijd heel erg om wat meer rust in je hoofd te krijgen. Om te weten wat er allemaal precies in zit. Ja, er moet gewoon meer structuur in komen.
Dat is nog steeds. Want ik loop nog steeds tegen dat ik slecht focus. Ik doe in principe... Kijk, ik kan me voorstellen dat mensen zitten te luisteren... die denken van ja, maar ik zit ook elke week op het kantoor... en ik moet ook allemaal verschillende dingen doen... en het lukt mij ook. En ik werk ook 60 uur per week, dit, dat, zo. En ik denk ook dat dat best wel heftig is... maar ik denk dat als je een eigen onderneming hebt... dat het toch dat als je dat niet ervaren hebt... dat je niet weet hoe dat precies zit in je hoofd. Dat is gewoon anders. Omdat Ja, dat is echt anders. Ja, maar daarnaast... Kijk, 60-urige werkweek zou je niemand aanraden... maar er zijn mensen die dat echt aankunnen. Ja, ja, ik kan het niet aan. Maar dat heb ik ook altijd al gedacht. Ja, maar dat is ook heel verschillend per persoon. Mm. Met een eigen onderneming heb je gewoon heel veel verantwoordelijkheden. Ja, en dan ben je ook nog minder, een publiek figuur. Dus je hebt ook nog die reacties erbij. En ik moet zeggen, de laatste weken... alleen maar positieve reacties, dus ik zit daar hoef ik niet. Maar toch zit er wel iets bij. Ik ben altijd bang dat als ik iets, als ik bijvoorbeeld een paar weken achter elkaar alleen maar proefvideo's maak, bijvoorbeeld, ben ik altijd bang dat ik op een gegeven moment de reactie krijg van ja, wel een beetje saai, want je deed altijd dit en dit en dit. Dat vind ik heel lastig om dat soort reacties te krijgen. Je hebt ze nog niet eens gekregen uiteindelijk. Nee. Waarschijnlijk zijn de video's leuk genoeg, maar dat is wel iets wat komt. Ik denk dat al 5, 6, 7 jaar sinds dat ik dit doe, 9 jaar misschien zelfs al dat het in mijn hoofd zit. Maar het is wel zonde, hè, want uiteindelijk. Ben je dus bang voor reacties die er nooit zijn gekomen? Nee. Nu je al die jaren ben je daar mee bezig. Ik heb ze wel gehad natuurlijk. Het maar als je er 100 reacties krijgt en er is 1% is zo... dan moet je dat niet nemen als de waarheid het natuurlijk. Het evalueren van het kanaal is sowieso natuurlijk. En het begon met vloggen. Eerst maakten we gewoon normale, of ja, een beetje random video's. Toen zijn we gaan vloggen. Op een gegeven moment, toen ben ik wat meer food video's ook wilde ik gaan maken... omdat ik eten heel erg leuk vond. Ja. En nu is het op vet gezellig echt alleen nog maar eten. En dat heb ik expres ook gedaan. Omdat ik denk, van dan is daar ook een hele makkelijke scheidslijn in. Of 48 uur ergens heen, of een eetvideo. En eigenlijk zou ik dat willen uitbreiden naar ook andere soort testvideo's en dat soort dingen. Dat deed je al een beetje toch, social deal en dat soort dingen. Dat klopt. Maar dat heeft ook veel met eten vaak te maken natuurlijk. Ja, maar nee, we hebben ook uitjes ertussen gedaan. En de budget challenge natuurlijk elk jaar. Budget challenge, ja. Dat vind ik heel leuk om te doen. Maar ik merk nu gewoon dat ik even wat... nou ja, tussen aanhalingstekens simpelere video's moet maken voor mezelf... om een beetje mezelf weer te vinden. En ik wil wel gewoon eigenlijk het liefst elke week uploaden. Ja. Dat is gewoon iets wat ik graag zelf wil. En ik ben al wel vooruit aan het werken, dus op zich zou dat ook wel moeten lukken. Ik heb iemand die, jouw zus zoekt deels de video's uit. Ja. Die ben ik een beetje aan het opleiden om dat te doen. Dus dat is ook wel leuk. Wordt een familiebedrijf, toch? Eerst wilde je mij nog opleiden, maar... Jij vond het niet zo leuk, maar jouw zus vindt het wel leuk. Ondodelijk zij video's uitzoeken. Maar even tussen jou en mij, hè? Gewoon zo... Ik heb het alsnog weer over zaken. Is het niet? Het is verstandig om... kijk, want ik merk dat wij heel veel gesprekken daarover hebben. Maar bij jou komt heel vaak kijken... ik ben zo angstig voor dit en ik ben angstig voor dat... en dat ik niet genoeg geld verdien, dat ik het niet meer kan. Om eens een keer met iemand dan over te gaan praten... die er wat meer verstand van heeft. Waarover bedoel je? Over zakelijke kant. Je bedoelt business coach. Ja. Want het is zo... Je zit, kost geld, meid. Je blijft, dan dat zit dan je blijft zo met die angsten zitten. En niet dat ik... Kijk, dat wil ik wel even bijzeggen. Het is niet dat ik geld wil. Dat interesseert me eigenlijk geen reet. Ik wil niet... Die angst voelen van dat het er niet meer dat gaat er zijn. Niet meer is. Ja. Terwijl ik heb mezelf daarin redelijk goed ingedekt. Want ik zou nu een jaar niks hoeven doen. We hebben niet zulke hoge kosten. Maar zou ik wel dit kantoor weg moeten doen. Maar dan zou ik wel gewoon van het geld kunnen leven. Denk. Nou, niet helemaal. Misschien een half jaar. Nee, maar dat is ook goed dat je dat gedaan hebt. Maar ik hoor dat al zo... sinds ik met je omga, hoor ik dat eigenlijk al. Al die angsten en onzekerheden. En dat is... Kijk, tuurlijk, dat hoort ook bij het leven, hoor. Hoort ook bij het leven onzeker zijn en angstig zijn. Maar het lijkt wel als het beter gaat, hoe erger het wordt bij jou. Ja, dan is er natuurlijk ook meer te verliezen. Is wel eigenlijk ironisch gezien wel zo. Hoe beter het gaat... Dat was een paar jaar geleden ook. Toen ging het voor die tijd ook eigenlijk best wel goed met de views en alles. En dat liep eigenlijk allemaal wel lekker. Samenwerking liep lekker, 5 jaar geleden. En toen ging het natuurlijk niet goed met me. Succes kan ik gewoon niet zo goed aan misschien. Nou, ik denk dat succes met bepaalde verantwoordelijkheden komt. Want dan van, je standaard wordt ook wel anders, toch, uiteindelijk? Want toen was het heel anders dan nu. Je gaat er naar leven ook. Nou, valt mee, toch? Nou, je gaat er altijd naar leven, naar meer geld. Wat doen wij nu? Gaan veel buiten de deur eten. Geloof me, in die tijd, 5 jaar geleden ging ik ook veel uit eten. Er ging nog meer uit eten. Zo, een luxe leventje.
Nou ja, nee, dat ging gewoon heel veel geld. Dat was gewoon wat ik ook toen belangrijk vond. Ja, oké. Ja, ik koop iets meer. Kijk, ik kan meer dingen inkopen. Dus spel en zo, dat had ik niet kunnen je maken. Je kan meer risico's nemen eigenlijk met geld. Ja, ik denk dat daar misschien ook wel een deel van mijn angst zit, hoor. De risico's die ik neem. Ja, maar dat valt mij gewoon heel erg op. En ik denk ook, ik zou ook niet weten hoe ik je daarin kan ondersteunen. Want dat ik hoeft ben ook niet. Ja, maar ik wil dat wel graag. Ik wil ook dat jij op een gegeven moment wat zekerder gaat worden. Kan het... Ja, maar kijk, het is niet alsof ik onzeker ben, hè? Want ik ben er niet onzeker over. Ik weet ook dat sommige dingen echt goed zijn. Bijvoorbeeld het spel weet maar ik gewoon... angst is toch ook onzekerheid? Mijn angsten zitten meer intern, hè? Zitten niet echt per se... Ja, ik denk dat het opstapelt naar het interne. Ik denk dat er wel inderdaad een deel angst ook... Ik ben erachter gekomen dat zowel ik als mijn vader last hebben van bang zijn om geen in armoede te leven. Ja. Dat heeft een bepaald soort angst, blijkt dat te zijn... Armoedeangst is dat zo? Ja, ik weet niet hoe dat precies... Maar dat je geld allemaal weg is. Maar dat is gewoon een diep gewortelde angst, denk ik... Die ik vanuit mijn kind af aan ook heb meegekregen. En voor mijn vader kan ik ook heel makkelijk zeggen... van, maak je niet zo druk, dit, wat, zo. Maar voor mezelf vind ik dat ook wel lastig. En ook omdat ik op een gegeven moment denk van... nou, misschien zouden we ooit een kind willen. Stel, dat zou tot de mogelijkheden behoren. Ja, ik zie mezelf met wat ik nu verdien... dat niet kunnen onderhouden. Maar aan de andere kant denk ik van... ja, misschien eigenlijk wel. Ja. Dan maak je gewoon weer andere keuzes. Maar dat maakt je andere keuzes. Want dan gaan we meer naar buiten de deur... en dan gaat al het geld naar het opvoeden van een kind. Krijgt de kerelaar alles. Ja, maar dat is sowieso nog niet aan de orde. Dus ik snap ook niet, hoef je dan toch niet tegen mee bezig te zijn. Nee, maar dat zijn allemaal dingen die wel in je hoofd spelen. Ja, dat snap ik. Maar dat bedoel ik maar. Dat je met zoveel dingen in je hoofd zit... en dat wakkert gewoon constant die onzekerheid aan. Ja, en dan krijg ik dus inderdaad veel gevoelens in mijn lichaam... en daar ga ik vooral slecht op. Ja. Gevoelens in mijn lichaam. Precies. Ik heb liever dat het allemaal gewoon lekker neutraal is. En ik weet ook, je moet soms even... om weer te weten wat als het omhoog gaat. En nu zit ik gewoon even in iets meer een dal. Maar het is ook niet... soms is dat ook gewoon een soort van... waar we het al over gehad hebben... wake-up call voor je van je lichaam. Dat die weer een beetje teruggaat naar oude patronen. Ja. Dat je dan denkt van... oh, dan ben je toch weer iets aan het doen... wat niet helemaal goed voor je is. Nee, en ik denk dat ik dat dus op zakelijk gebied... en natuurlijk moet je altijd wel iets doen... want ik zie de comments al komen... dat je ook wel eens dingen tegen je zin moet doen. Doe ik genoeg, hoor. Ik moet ook namelijk mijn administratie doen. maar ik heb nu klussen die ik gewoon, waar ik gewoon een beetje tegenop zag. Eigenlijk vooral vind ik klussen voor bedrijven verschrikkelijk om te doen. Ja. Ik doe ze wel... Nou, trouwens, dat is niet helemaal waar. Want ik vind sommige samenwerkingen echt wel leuk. Alleen, het kost me te veel zorgen. Ook al zijn bedrijven heel chill. Bijvoorbeeld Loop. Even shout-out. Zij is... Marit is echt super chill. Ik heb ook gelijk tegen haar gezegd van... ik denk dat het even on hold moet zetten. Zij zei, nee, ook goed. En laat me gewoon weten. En eigenlijk iedereen waar ik op dit moment mee samenwerkte... is super chill. Maar toch voel ik altijd de interne druk. En daar moet ik zelf eerst iets aan doen... voordat ik weer daarmee verder ga. Is natuurlijk voor nu wel even lastiger. Want als ik geen samenwerking heb... dan betekent het ook dat ik andere soort dingen ook even niet kan doen. Maar dat is nou helemaal zo. Ik wil nog wel even, omdat het is best wel... ik vind het best wel een zwaar onderwerp. Nogal, ja. Wil ik nog even iets bespreken wat van de week bij ons gebeurd is. Wat luchtiger is. Wat dan? Oh. We kwamen thuis van de week. Leg eens uit wat er gebeurd was. Nou, op een dag kwam jij thuis van werk... Het gebeurt ook nooit, toch? Dat je thuis komt van werk. Ik snap het niet. Je leeft op je kantoor, toch? Hebben wij het op hetzelfde? Ja, ja. Je leeft op je kantoor. Valt echt wel mee. De laatste tijd niet meer. Thuis. Toen zei ik van, ja, er is iets raars. Die kattenbak, dat luik is kapot. Ah, ja, ja, ja. Ja, en toen zei hij van... Nee, je had het al geappt naar me trouwens. Oh ja, nou ja, het was raar en vreemd. Maar ik had hem... Wat rare is, we hadden net die kattenbak gekocht. Ja, die kattenbak is nog... anderhalf maand geleden. Een paar weken oud, inderdaad. En toen hadden we tegen onszelf gezegd... van dan moeten we even opletten als we weggaan. Ja. Dat we wel dat hij er wel in kan en uit kan. Ja. Maar ik was eigenlijk... was ik in de veronderstelling dat hij er niet uit kon. Dus ik denk, nou ja, als hij er maar in komt... dan bezoekt echt wel zijn best om er alsnog uit te komen, ja, denk ik. Ja, zichzelf wel. Maar het is natuurlijk helemaal een kut als dat beter niet in kan. Maar toen zijn we allebei gewoon naar werk gegaan. En toen... we hebben er helemaal niet meer aan gedacht. En toen kwamen we thuis en toen stapten we in een soort van... ja, wat was het? Het was echt verschrikkelijk. Ja, alsof je onder een brug loopt in Parijs. Het was zo verschrikkelijk erg. Ja. En toen zei hij van, nou, nu ruik ik het ook voor het eerst. Want ik zit altijd te zeiken over de geur van kattenbakken. Ja, zij ruikt al als het als ik ruik als hij nog geen drooi heeft gelaten, dat hij dat een paar minuten later wel doet. Dan ruik ik al. Ja. Maar jij rook het nu ook voor het eerst. Ja, dat was verschrikkelijk. Want toen wilde ik nog zeggen van, oh, ja, maar dit ruikt
zo ruikt het altijd, dat ik iets verder stapte. En toen werd ik echt overweldigend, de geur was het. En toen liepen wij naar die kattenbak, maar die kattenbak was gewoon schoon. Ja. Dat is heel raar en aan die kattenbak ruiken. Die stonk wel een beetje, maar ook weer niet echt. Toen gingen we weer naar de woonkamer. En toen heb jij die kattenbak weggesleept naar de tuin. Want ik dacht, ja, die nieuwe was toch al in de... We hadden het al doorgehad, hoor. Die nieuwe was al in de bestelling. En toen zei je, ja, hij moest hier ergens gepiest hebben. We zagen nergens een plasje liggen. Ik heb nog aan de deurmat gevoeld of ik daar iets voelde. Was gewoon droog. Maar wij hebben dus voor de deur hebben we een luik zitten. Mm. En dan kun je dan een meter, de waterstandmeter zit daaronder. Maar als je dan, daar ligt laminaat. Maar mijn broer heeft daar een soort van luik in gezaagd. Want dan kan ik de laminaat eruit halen en die ondervloer eruit. En dan kan ik daarbij die putten. Vet onhandig. Je gokt het al. Vet onhandig. Maar Freek had dus precies bij dat luik geplast. Nee, hij had aan de zijkant geplast, tegen de deur aan. En dat was onder de mat naar dat luik toegegaan. Want als hij gewoon midden op de vloer had gepiest, dan hadden we het weg kunnen halen waarschijnlijk. Ja. Maar het is zo tussen daartussen doorgegaan, helemaal op de ondervloer gaan zitten. En, ondervloer en de vloer. En dus de vloer daaronder, gewoon de houten, de houten vloer, zeg maar. Hoe noem je dat eigenlijk? Ja, hoe noem je dat eigenlijk inderdaad? De onder... ja, houten nee, balken, geen ondervloer, het draaggedeelte in ieder geval. Nou, daaronder zit zeg maar een de groot splinters gat. En alles, kan je niet oplopen. Ja, en, en toen zag ik eigenlijk nog maar één mogelijkheid en dat was die hele vloer eruit drukken. Ja, en ik was dus, zo aan was het trekken en alles. Met, hoe heet het ook weer? Mijn broer had het netjes dichtgekit, omdat ik nogal angstig was voor dat die vloer niet geïsoleerd was daaronder. Ja. Zo had hij me geholpen daarmee, van dan kan er in ieder geval niks meer naar boven komen. En, maar dat was nu erg onhandig. Ja, was heel onhandig. Dus ik heb heel die vloer eruit moeten trekken. Ze hebben staan hakken. Ik heb staan hakken. Nou, dat was echt niet leuk. Toen stonk het nog steeds. En toen heb ik dus die ondervloer. En toen stonk het nog steeds. Oh, het was zo erg. En het bleef maar stinken. Dus wij van allemaal spulletjes erop. Allemaal oma weet raad en zo. Azijn, zei oma. Azijn erop. Ja, oma zo'n, hoe heet het? Oma zei azijn en... oma? Het zijn allemaal oma's, toch? Die dat zeggen, oma weet raad. Ja, oma weet raad. azijn met eucalyptus en dit en dat en zo. Uiteindelijk nog een spray van HG allemaal gekocht. Biotex, nog 100% alcohol. Het was 70%, maar goed, we noemen het 100%. En nu is het uiteindelijk weg, na 3 dagen. Ja, we hebben constant de deur open gehad. Ja, het was gelukkig mooi weer, dus dat is wel fijn. Ja, en dat konden ze elke keer tussendoor drogen. Maar elke keer als het weer droog werd, kwam die geur weer terug. Ja. Maar bij de laatste optie is, als je ooit last hebt van urine op houten vloeren, biotex en alcohol. Sopje maken erop, gooien en alcohol daarna. Ja, dus inderdaad biotex zo erin wrijven. Ik en heb dan twee keer daarna... gedaan, biotex. Ja, ja, ja. En nu is het weg en nu zitten we met een kale gang. Maar ja, die gang is toch al zo, het is echt een verschrikkelijke gang. Dat is sowieso verschrikkelijk. Ja, ons huis. Nou, ik zat laatst nog te denken, ik baal echt van dat ons huis er nooit echt schoon uit kan zien, omdat het oud is. Ja, en onze slaapkamer. Kijk, ik wil niet zeuren. We zijn blij dat we een huis hebben, hoor, daar niet van. Maar de slaapkamer is zo krap dat we niet eens langs het bed aan allebei de kanten kunnen lopen. Nee, niet. We kunnen gewoon niet langs het bed lopen. Voor de rest de woonkamer vind ik chill. En de keuken vind ik ook chill. Maar het is gewoon echt die slaapkamer. Ja. En de badkamer vind ik ook een beetje... Maar goed. Ik heb dat dus nooit geweten, hè, dat een oud huis ook gewoon... dat er veel meer stoffen ook zich nou, opbouwt. Dat is trouwens, om nog even terug te komen op mijn hele inzinking en zo. Mm-hmm. Dat is ook. Ik denk, op een gegeven moment wil je ook verhuizen. Dan moet je ook geld naar toe verdienen. Kijk, en daarom is geld zo'n kut. Ja, maar weet je wat? We zijn ook niet actief bezig om te kijken naar de mogelijkheden überhaupt voor verhuizen. Nee. En, maar ik heb wel uitgerekend hoeveel hypotheek je zou kunnen krijgen. Dat is niet veel, meid. Ik heb ook gewoon zo'n voorgevoel dat we alsnog gewoon gaan huren. Ja, zou wel goed kunnen, ja. Ik vind kopen ook, hoeft van mij niet per se, hoor. En ik heb ook het idee dat het misschien gewoon een woningruil kan gaan worden. Als het geen woningruil wordt, misschien in de straat verplaatsen. Aangezien je toch minder gaat verdienen, dan kunnen we nogal wel een huurhuis... Vorig jaar was het niet... dat had misschien wel gekund vorig jaar. Ja, en dat is gewoon... mijn gevoel zegt dat het nogal goed komt, joh. Maar goed, we hebben trouwens nu een nieuwe kattenbak. Want om daar nog even een nieuwe via bol.com. Die andere kon ik niet meer terugbrengen, want ik had de bon niet meer, helaas. Maar ja, en die stinkt niet meer. Maar we waren erachter gekomen, want jij vond het de hele tijd ruiken. En het stond nooit bij mij in Rotterdam. Nee. Behalve als ik echt een paar dagen weg was geweest misschien. Maar voor de rest nooit. Maar we waren erachter gekomen dat het aan het grit van picknick lag. Ja, dat stinkt wel echt in de zak. Die is vies. Dat is echt raar. Ik had altijd die van Albert Heijn, die was wel goed. Ik vond dat lekker makkelijk met bestellen. Ja, snap ik, maar ja.
Want dan hoeven we niet die zware pakken te sjouwen. We hebben een scooter, meid. Ja, jij hebt een scooter. Ja, die heb je toch ook tot je beschikking? Ik ben degene die altijd die geuren moet ruiken in huis. Ja, maar dan moet want je geen artiest. Want ik heb artiest. Een neus van een drugshond. En dan ik kan niet... Ja, dan moet ik erop uit voor alleen een pak. En dan kan ik niet andere boodschappen meenemen. Het is niet alsof we om de hoek wonen van de supermarkt, toch? Nou, we hebben 26 supermarkten in de buurt, maar goed. Ja, maar ja, het is allemaal gewoon één grote bak ellende. Ja, nou, het leven is sowieso een bak ellende op dit moment. Maar goed, het werkt niet mee hoor. Zo'n huis werkt ook niet mee voor de zorgen. Want je weet gewoon, je kunt hier niet je leven gaan uitbreiden. Nee. Kan gewoon niet. Ik hoef echt niet veel kamers bij, want ik hoef echt niet veel spullen. Ik ben echt blij dat wij niet zoveel spullen meer hebben. Gewoon één fatsoenlijke slaapkamer van, laten we zeggen, 12 vierkante meter. Zou lekker zijn. Ja. Maar goed. Het is echt niet veel gevraagd. Hè? Dat is een beetje... Het is niet veel, toch? 12, ik weet niet of 12 vierkante meter groot nee, is. Nee, maar gewoon om dat je dat wil. Nou, ik zou zeggen, bij onze sweet spot is 70 vierkante meter. Dan vinden we het prima, toch? Nou, dan vind ik het meer dan prima. Dat is net iets groter dan wat ik had. Het. Ja, maar oké, dat is in vergelijking met wat we nu 40 vierkante meter. Oké, maar... We hebben 43, hè? 43. Dus dat is al een heel stuk meer. 70 opziende van 61 wat ik in Rotterdam had. Ik vind 60 ook goed er, echt waar. Ja, dus mocht je nog 60 vierkante meter in Voorburg over hebben, laat het weten vooral. En kom met ons ruilen. Ja. Het snackje van de week is deze keer weer een drankje, namelijk... Ijsthee. Estathee. Estathee. En het is van Ferrero, hè? Wist je dat? Ja, je hebt deze ook in peach en die is eigenlijk nog lekkerder. Ja. Ik ben weer bezig voor de vetgezellige mystery box. Want maar ja, dat soort dingen gaan ook door. Deze is heel zacht. Ja. En ik ben altijd een hele grote fan van ijsthee geweest. Totdat ze iets verschrikkelijks erin zijn gaan stoppen. Aspartaam. Echt iets gemaakt uit nachtmerries. Zoetstoffen. Echt zo vies. En deze is geweldig. Deze is echt heerlijk. Het is natuurlijk een kwestie van tijd dat hier ook zoetstoffen in komen. Kwestie van geduld. Maar deze, ja, je zou zeggen gewoon ja, ijsthee, wat is daar boeiend aan? Maar deze is echt, ja, wat je zegt, zacht, lekker zoet, maar niet te zoet. Nee. Het is gewoon geweldig. Het is gewoon echt geweldig. En bij passen pizza voor het eerst op. Ja, misschien dat je lokale Italianen dat verkoopt. Ja, kan, zou hè? Kunnen inderdaad. Ik ben dus weer bezig met een mystery box. Yeah. Ik hoop echt binnenkort dat hij uitkomt. Want hij was eigenlijk, ik wilde hem eigenlijk op 17 april uitbrengen op mijn verjaardag. Van leuk, mystery box. We gaan uiteindelijk een pre-order doen. Want we denken van ja, waarom zouden we... te veel bestellen en dat het misschien niet is. Dan kan iedereen in ieder geval 48 uur inschrijven en daarna gaan we hem gewoon maken. En dan binnen 2-3 weken of zo komt hij dan bij je thuis. Ja. En daar ben ik nu voor aan het proeven. In ieder geval, dit is dan geen mystery meer. Maar als je dit hebt gezien, waarschijnlijk ligt een klein beetje aan wat de andere drankjes zijn. Maar waarschijnlijk komt een van deze twee er wel in. Omdat we deze gewoon allebei zo lekker vinden. Dat is echt fantastisch. Ja. Ik vind een mystery box zo leuk, hè? Mystery box? Ja, ik vind het gewoon zo'n leuk idee. Ik zou hem echt bestellen van jou als ik je niet zou kennen. Ja, echt? Ja, nou, als ik je alleen online zou kennen dan. En wat nog leuker is, ik wil eigenlijk, ja, dan denk je eigenlijk van, hé, maar je zou toch minder gaan doen? Dat klopt, ik ga ook minder doen. Maar het leek me ook leuk. Ik heb van twee kijkers dingen uit het buitenland gekregen. Ik wil een keer een livestream doen waarin ik mystery box dus unbox van iemand die dat naar mij heeft toegestuurd. Eentje uit Canada en eentje uit Zuid-Afrika. Cool. Die Zuid-Afrika is eigenlijk al een klein beetje over datum, maar ik ben daar niet zo moeite, ik heb daar niet zo moeite mee. Dan krijg je niet de volledige smaak. Smaak is hetzelfde, maar ik... Nee, dat is niet waar. Smaken kunnen ook veranderen. Nou, dan ga ik een kleine disclaimer erbij geven dat hij in ieder geval over datum is. Maar dan ga ik alsnog mijn eerlijke mening erover geven. Ja. Daar komt de livestream van een keer op een maandag. Een oud broodje in, toch? Beschimmeld. Misschien volgende week maandag trouwens al. Ga je die ook opeten trouwens, dat beschimmelde broodje wat erin zit? Er zit geen broodjes in. Speelt ook nooit even mee. Nee, met me. Ik ben nu serieus. Wil je nog een kaartje trekken? Oude rakker van me. Nou, laten we het spel gaan spelen. Ja. Nou, het mentale gezondheidsspel kan je op onze webshop krijgen. Doe het vooral. Je kan hem zelfs op bol.com bestellen. Dan verzenden we hem zelf ook nog trouwens. Dus hoe dan ook. Aan allebei verdien ik evenveel. Dus mocht je via bol.com willen doen en een review willen achterlaten. Als je het via bol.com bestelt, dan zou je ons echt enorm helpen. Dus dat zou echt heel erg leuk behalve zijn. Als je 1 tot en met 3 sterren, dan hoef je geen review liever niet. Te gewoon laten. Liefst 5 sterren wel. Ja. En dan wel een eerlijke mening erover. Want dan hou je de hele score omlaag en dan zijn we echt heel verdrietig. Ja, dan zijn we weer verdrietig. Maar goed, dit spelletje is €15,95 op de webshop. En op bol.com is die 20,95 en dat komt omdat de verzendkosten er dan al in zit. Dus in principe betaal je evenveel bij allebei. Ja, zeker. Ga maar eens een keer hieruit trekken. Dat is, ah, ja, dat is ook wel eens leuk, een dilemma. Liever met plezier naar je werk voor minimumloon of tegen je zin met boven mijn gemiddeld salaris?
Ja, dat is meer voor jou om te beantwoorden, denk ik. Want ik weet hem wel. Ik ga liever met plezier voor meer. Ja, voor mij ook. Anders zou ik dit toch niet doen, meid. Ik weet ook dat ik gewoon meer geld kan verdienen als ik in loondienst zou kunnen werken. Of wat ander soort klussen zou doen. Maar ja, dat vind ik niet leuk. Nee. En ik ben wel van mening, nu ik, als het kan, wil ik gewoon de dingen doen die ik leuk vind. Dat is ook de positie die ik mezelf al jaren of 10 jaar mee bezig ben. Dus ja, waarom zou ik dan nu ineens denken, oh, ik wil nu heel veel geld hebben. Dat ja, maar weet je wat het is? Ik zou denk, wel veel zeker, meer zekerheid bieden als je natuurlijk een loon ja, maar dus het is, wel weer. Sommige mensen zijn gewoon gemaakt voor bepaald werk. Sorry, ik probeer dat eventjes netjes te zeggen. Wat wil je zeggen? Nou, ik zie jou gewoon niet op een kantoorbaan. Kantoorbaan. 50 uur in de week. 50? 50 uurtje, ja, die mensen die hebben altijd 10 uur minimaal overuren die ze moeten draaien. Ik heb nu ook wel veel over achter mijn computer. Hè? Ja, precies. Maar dat is voor jezelf. Ik zie het je gewoon niet doen. Want ik denk dat jij... Ik zie mezelf ook niet in de file staan, hoor, meid. Nee, het komt met een heel... Het is natuurlijk, het heeft allemaal zijn voor- en zijn nadelen. Dat is gewoon zo. De sweet spot zou natuurlijk kunnen zijn dat je iets doet wat je leuk vindt en daarmee gewoon goede successen behaalt. Klopt. Nu mag jij nog eentje. Maar dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Als je 1 wens zou mogen doen, wat zou je op dit moment nog gelukkiger maken? Als je 1 wens zou mogen doen, wat zou je op dit moment nog gelukkiger... Nog gelukkiger, maar dus dat betekent dus ook al gelukkig. Nou, nog zat de zaakjes. Wat zou 1 wens... Ja, minder zorgen over geld. Nou, echt? Is dat number one? Denk het wel. In je hoofd? Ja. Ja. Jij? Ander huis. Ja? Hoezo is het nu ineens het huis een ding? Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik denk. Ik vind verder alles leuk. Ik vind mijn werk leuk. Ik vind mijn mannetje leuk. Ik vind het leven leuk. Vind je Freek ook leuk? Freek vind ik leuk. Zijn zeik in de gang vind ik leuk. Ja, dat vind ik niet zo leuk. Het enige wat ik gewoon wat minder leuk vind, waar ik toch echt wel wekelijks mee zit, is ons huis. En dan gewoon met name, ik ben heel blij met ons huis, maar die slaapkamer die mag van mij uitgebroken worden. Ja, dat, als dat muurtje iets meer naar voren was geplaatst, had het prima geweest. Ja, want ook die muur, daar is ook heel veel optrekkend vocht. Dus ik lig ook nog eens tegen een vochtbende aan met mijn De muur brokkelt zelfs af. En we hadden iets tegen de muur aan. We hebben echt een zandmuur waar alles uit pleurt. Zowat. Ja, maar dat afbrokkelen is omdat er vocht in die muren zitten. En dan ga ik me daar weer zorgen om maken. Ja, moet je niet doen, meid. Maar het is gewoon een ongoing ding. En als ik dat ooit had geweten, dan had ik echt op zoek gegaan naar iets met betonnen. Maar met beton kan ook weer vocht opkomen. Maar kijk, het is altijd, iedereen heeft problemen uiteindelijk. Is waar. Iedereen heeft problemen. En dat is ook zo, weet je wel. Wat ik nu ook allemaal zit te vertellen, weet ik ook dat andere mensen het ook weer erger hebben. Het hoort toch allemaal bij het leven. Het is niet alleen maar leuk. Nee. Maar soms, je mag wel dingen willen. Ja. Ik denk dat het ook een beetje een probleem wordt dat je tegenwoordig wat minder mag willen, omdat heel veel mensen anderen ook geen huis hebben en bla bla. Maar dat zegt niet dat jouw problemen daardoor opeens verdwenen zijn natuurlijk. Is dat onzin? Iedereen heeft het. Nee hoor, iedereen heeft problemen. Want het is toch al, ik vind het altijd een dooddoener als zeggen van, mensen in Afrika hebben het slechter. En dan denk ik, maar het is nu niet eens Afrika meer. Hè. Het is gewoon überhaupt Nederland. Is Nederland al? Als je nu zegt van, ik wil eigenlijk een kamer meer. Dan krijg je al heel snel de reactie van, maar goed, er zijn mensen die al 12 jaar op een wachtlijst staan. Die krijgen ook niks. Wees blij met wat je hebt. Dat is wel zo, maar... Ik vraag me echt af of er heel veel mensen van zijn die dat hebben, hoor. Het verzacht echt niet gewoon dat je... Dat je toch ontevreden ergens bent, toch? Dat is waar. Nou ja, ofwel. Het werkt ook wel iets wat mee. Alles werkt mee. Ik lul ook weer poep, geloof ik. Moet je poepen? Nee, ik lul weer poep. Ja, maak het uit, schat. Als mensen niet... Soms probeer ik me gewoon ergens uit te lullen. Want dan denk ik van, dan krijg je een reactie van... Ja, en je moet ook blij zijn. Schat, jij leest de reacties nooit, dus je weet helemaal niet welke reactie je krijgt. Nee, maar ik word gewoon alleen van het idee al. Dat snap ik. Oh. Jongens, ik ga hem nog een keer pluggen. Ik oprecht ben ik hier echt enthousiast nog steeds over. We zijn er nu ook mee bezig om... Ik ben actief ook naar bedrijven aan het mailen en zo. En gewoon meer bekendheid eraan te geven. Ik ben nu op Evan Prikkelen. Als je een voorbeeld wil van kaartjes... Volg even Evan Prikkelen op Instagram. Ik ben af en toe dus een kaartje aan het plaatsen. Ligt eraan wel welke vraag. Maar over het algemeen krijg ik echt hele uitgebreide antwoorden van mensen. Ja. Dus daaraan zie ik ook gelijk dat een soort van kleine test onder het publiek van Evan Prikkelen. Ja. Dat het echt heel erg helpt om mensen openheid te laten geven. Zeker.
En daar hebben we hem voor bedoeld uiteindelijk. Dus daar ben ik heel erg trots op. En zelfs had ik gisteren weer met het idee te spelen natuurlijk. Ik denk dan weer te veel en denk, oh ja, kan ik ook dat? Kunnen we misschien ook wel doen. Moet je oppassen hoor, dat is echt een heel goed idee. Dus doe dat maar niet. Ik zeg nog niks over dat idee. Ik wil altijd graag open en eerlijk alles met mensen delen, maar dit vind ik echt een top ideetje. Oké, dan deel ik dat nu niet. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende week trouwens. Toch? We zijn volgende week weer terug. Ja, tuurlijk. We zijn er elke week weer. Elke week.